pijn doet dit, Joël? Ja, dat zijn van die clichés. Dat is des te pijnlijker dat je hier verliest en waardoor je concurrent de kampioen wordt. Ja. Is het nog, je staat hier nu, die deur die gaat heel te open, je hoort die gasten feest vieren. Is dit pijnlijker dan met de Graafschap? Poeh, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat die wel pijnlijker was, want dan had je het gewoon in eigen hand. Ik zag toen heel veel mensen die echt gebroken waren van jullie, spelers van jullie. Nu heb ik het idee dat er meer acceptatie is, omdat het er misschien al even aan zat te komen. Ja, nee. Ik bedoel, kijk, als je nou weggespeeld wordt, dan is het één. Maar je wordt gewoon puur op duelkracht en misschien wel de wil om, de wil om die wedstrijd te winnen, word je geslacht. Nou, want je komt hier binnen, je weet in principe al van nou, we gaan eigenlijk geen kampioen meer worden. Het hele stadion. Nou ja, zo, deze punten, deze wedstrijden. Had je hoop van tevoren? Nou ja, als je geen hoop hebt, dan kan je beter in Amsterdam blijven. Natuurlijk, je weet dat het 7 punten is. Ik bedoel, je komt al op een kampioensfeest binnen bijna, voordat de wedstrijd begint. Nee, dat klopt. Dat kwamen wij ook bij in Doetinchem toen de tijd. Alles was al voorbereid, alle feesten stonden al klaar. En dan word je hem niet. En nu is dat op PSV wel gegaan. Is die domper dan nu, vandaag, gaat hij nog doorwerken de komende weken, denk je? Hoe zie jij dat? Tuurlijk. Ik bedoel, net zoals dat Feyenoord vorig jaar kampioen was, kreeg je een heel seizoen. Krijg je het jaar van Feyenoord en nu volgend seizoen krijg je het jaar van PSV dat ze kampioen worden. De road to the championship, ja, dat is des te pijnlijker natuurlijk. Niet zeggen tegen alle fans, alle Amsterdammers, die al jaren op die schaal zitten wachten. Ja, wat wil je zeggen? Bij hun is ook diepe teleurstelling natuurlijk. En dat is bij ons ook zo. En wat moet ik zeggen? Dat we volgend seizoen, ja, tuurlijk moet je naar volgend seizoen weer kijken. Maar ja, dat is nu even niet aan de orde. Het is totale teleurstelling. Zien we jou nog terug volgend jaar om het nog een keer te proberen? Je gaat me sowieso de komende weken nog zien en dan ga ik lekker op vakantie en dan zie ik het wel weer.